naar ons thema, dan ziet het er wel aardig uit nu. Maar we hebben gemerkt dat we wel eens wat foutjes maken. En daarom is het wel verstandig om daar nog eens een keertje naar te blijven kijken. Stond dit allemaal online, dan had ik hier natuurlijk de validatiebutton. Maar die heb ik nu niet tot mijn beschikking. Dan is er natuurlijk een andere mogelijkheid om gewoon de paginabron op te vragen. Deze helemaal te selecteren. En vervolgens naar de validatieservice te gaan van W3C. Hier is die. Validate by input. En daar plak ik dan de HTML-code die we hier gegenereerd hebben uit. En dan gaan we eens kijken. En dan hebben we hier wat vreemde code staan. En als je er zo naar kijkt, ziet het er ook niet helemaal erg goed uit. En het heeft dus te maken dat ik eigenlijk een verkeerd beeld had van die toevoegen van die language attributes. Dus ik ga op zoek naar waar dat gebeurd is. In dit geval is dat in header PHP gebeurd. En dan staat hier lang is. En dan had ik de indruk dat dit de attribuutwaarde is. Zoals bij veel stukjes. Maar dat is dus niet het geval. Ik had deze dus beter kunnen verwijderen. Dat is één error die erin zat. Kijken of we meteen de tweede error eruit kunnen vissen. En dat is, dat heeft dus te maken weer met dat attribuut. Weer een attribuutnaam, een quote attribuut. Dat zijn de warnings. En dan weer over die NL. Misschien had jij dat zelf al eerder ontdekt en heb je het eruit gehaald. Bad value for mijn Google fonts. Want het is een ID en in die ID staat hier een spatie. En dat is natuurlijk niet juist. We kunnen dan ook met JavaScript hem niet selecteren. Dus we gaan dat verbeteren. En dan hebben we dat natuurlijk staan in onze functions PHP. Daar hebben we die ID ingevoegd. En dan kunnen we hier die er weer uitvissen. En zo opslaan. En dan kunnen we hier een update vragen, refresh. En dan zien we die lang al wat beter staan. Command A, Command C. En dan vervolgens dat weer in de validator gooien. Daar al selecteren en hier in de nieuwe plakken. En dan de check uitvoeren. Dan hebben we nog een aantal warnings over. En sommige warnings, die kan ik dus ook al weghalen, maar die zijn hier nog. Hier is er nog een error met een frameborder in. En dat is dus de manier zoals WordPress hem zelf insluit. Nou, op dit moment kan ik er hiermee leven. Dus we kijken hier naar ons blog. We verversen de pagina nog een keer en dan blijkt dat die wel in orde is.